Oh, dan krijg ik zo'n IT. Ik ben Mark en ik ben nu vandaag weer terug bij Kingdom of Crowns. De vorige aflevering ben ik hier gebleven en ik zit nou even te kijken van aan welke kant we daar staan. Volgens mij staan we aan de rechterkant. Ja, we staan aan de rechterkant, zo te zien. Want als ik katapult moet geloven. En ja, zo te zien hebben we hier dus nog een ballista die gemaakt moet worden in deze muur. Hopelijk is dat voor de nacht af. Zou dat ook wel fijn zijn. Ik denk het als wel. Ja, inderdaad. En deze aflevering wil ik dus de muren een beetje gaan upgraden, zoals ik de vorige aflevering al tegen jullie had verteld. Oh ja, en hier is die hermit, dat is ook best wel goed. En ik ga deze persoon even ook recruiten. En ik moet namelijk ook wel even wat geld hebben om dan natuurlijk wat van die builders te kunnen regelen om al die muren tegelijk een beetje te kunnen gaan upgraden. En natuurlijk heb ik heel wat geld nodig. Nou, die heeft dus 1 coin zo te zien. Dus ik ga eens even kijken aan de linkerkant of ze toevallig daar nog geld hebben. Ik denk het haast wel. En het was volgens mij dag 31 wat ik weet. Dus ja, volgens mij hadden we de vorige dag dus de bloedmaan. Dus dat betekent in ieder geval dat we niet zoveel zorgen over maken deze nacht, denk ik. Kijk, dat is al. Oh god, dat is alweer gelijk te veel. Oké, laat ik deze man volgens mij even upgraden. Die andere muur aan de linkerkant, die upgrade ik nog niet gelijk. En dan gaan we hier deze upgraden. Ik denk nog iets van. Oh, ik hoef jou geen coin te geven. Ik moet de coins hierin steken. Zien. Nu heb ik 4 boulders en dan wil ik er nog wel 2. En deze 2 muren van het kasteel, die ga ik niet gelijk upgraden. Omdat ik die natuurlijk gelijk kan upgraden met het kasteel zelf. Als ik daar natuurlijk genoeg coins in steek, kan ik daar meer, of dan een body die automatisch upgrade. Heb ik nog genoeg coins voor? Net, oké, dat is mooi. Op welk eiland zaten we eigenlijk ook alweer? We zitten. Oh, gewoon op het 4e eiland. Oké. Zo te zien hebben we hier nog lekker veel coins. Okay, ik ga deze voor de zekerheid ook alvast even upgraden. Nu is het nog heel vroeg in de ochtend, dus dan hebben ze ook de meeste tijd om het te kunnen upgraden. Kijken, oké, dat is nu wel, denk ik, ja, net te veel. Overspoelde net, dus. Oké, deze muur is ook bijna klaar. Ook wel fijn natuurlijk. Ik ga nu ook alvast even het kasteel, denk ik, even ook reden. Kijk maar, die 2 muren aan de linker en rechterkant die worden nog gelijk geüpgraded. Hoppakee. Want dan denk ik dat ik de volgende aflevering, dat ik dan die portals weer ga aanvallen. Want we hebben nu ook ballistas aan beide kanten, zoals jullie weten. Waarschijnlijk. Dus ja, ik moet eigenlijk nog behoorlijk veel arches hebben. En waarom de fuck ga je naar de linkerkant? Geen idee, het is goed dat we nog een ballista hier hebben. Dus ik denk dat het een beetje uitgebukt is, denk ik. Maar volgens mij hadden we de vorige aflevering ook al de last van dat het coins systeem ook niet al coins liet zien die gedropt waren of die ik dan investeerde in muren en zo. Dus ik denk dat de game gewoon een beetje nog bugs bevat. Maar kan natuurlijk gebeuren. Soms heb je dat nog.
Deze wachten nog wel even mee, denk ik. Mooi zo. Die heeft dus geen coins. Oké, dus aan de linkerkant zit de Cliff Portal. Mooi om te weten. Oh god. Nou, dat was er alle coins weer een beetje. Maar ja, heel misschien moet ik nog wel wat meer ballistes gaan maken. Voordat bijvoorbeeld een muur breekt. Dan bij de volgende muur dat er daar dan ook weer een ballista staat. Eigenlijk moet ik gewoon een hele goede defense hebben. Zodat er eigenlijk bijna niks meer doorkomt. Gaat me vast wel gebeuren dat een muur gaat sneuvelen. Want die kast is natuurlijk gewoon aanwezig. Maar dat het dan niet meer zo snel gebeurt. Heb ik hier nog genoeg coins voor, denk je? Net. Mooi. Eens kijken hoor. Deze muur moet ook nog een keer geüpgraded worden. Kan ik ook binnenkort wel eventjes doen, denk ik. Ja, maar als ik bijvoorbeeld ieder op ballista neerzet, dan dat wil ik veel beter. Maar ik snap eigenlijk echt totaal niet waar die katapult daar naartoe gaat. Maar ja, we hebben natuurlijk ook nog die extra knights nodig. Binnenkort. Maar dat komt vanzelf wel goed, denk ik. Ik snap alleen niet waarom al die artjes naar deze kant toe gaan. Volgens mij is aan de rechterkant bijna niks meer. Ja, maar volgens mij alle muren bijna zo goed als klaar. Wat ik nu ga doen is gewoon even een aantal artjes weer regelen. Zo, dan heb ik in ieder geval nog een beetje partjes ook aan de linkerkant, of aan de rechterkant bedoel ik. Zo, jij hebt lekker veel coins. Volgens mij hebben die speermannen ook een soort durability op hun speren zitten. Had ik niet verwacht.
Nou, dat legt in ieder geval wel uit waarom ze soms hier zonder speren weer weglopen. Zo van ja. Deze die ga ik nu ook even gelijk upgraden. We hebben 1 coin over. Dat is helemaal mooi. Maar ik ga nu deze aflevering weer afzetten. Ik hoop dat ik het leuk vond. Geef like op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer. Later.